Steven van der Heijden, bedankt voor je tijd even om toelichting te geven op jullie plannen op Maastricht. Wanneer begon dat te spelen? Jullie waren hier alweer terug afgelopen zomer. Attilij vertelde ook dat het best wel wat voet in de aarde had om genoeg passagiers te krijgen. Waarom toch dan die keuze om hier een vliegtuig te stationeren? Nou, kijk, als je het doet, moet je goed doen. En zomaar een paar vluchten in de week, dat schiet niet op. Dat is inefficiënt. Zo krijg je Maastricht eigenlijk niet meer terug op de kaart als vakantieluchthaven. Want laten we niet vergeten, 15, 20 jaar geleden was Maastricht echt de nummer 2 in Nederland qua vakantievluchten. Dat is helemaal verdwenen. En maar we zien dat die potentie er wel is. Als je het dan wil doen, zal je het goed moeten doen. En dat betekent een vliegtuig er neerzetten. Maar dat brengt natuurlijk wel heel veel risico met zich mee. We hebben 3 vluchten gedaan afgelopen zomer. We gaan nu naar 14 retourvluchten, 17 bestemmingen. En dat is een grote stap. Dus dat betekent dat het goed voorbereid moet worden. Veel marketing erin gezet. Goede samenwerking met de provincie, met de luchthaven. Maar dat is typisch Des Corendons. Ik bedoel, wij gaan dat niet voorzichtig doen. We zetten dat gewoon meteen neer. En zijn ook bereid daar een hoop in te investeren. Ja, want die investering is wel groot. En dan moet het ook wel goed gaan. Van welke bestemmingen verwacht je bijvoorbeeld veel? Nou ja, in totaal gaan we tussen de 4 en 5 miljoen in marketing investeren. Dus dat is inderdaad nogal wat. Dat betekent dat de operatie dit jaar zal niet financieel super interessant zijn. Maar we leggen daarmee wel de basis voor de komende jaren. We bieden in totaal 5 Griekse bestemmingen aan. Maar ook bijvoorbeeld 4 keer in de week naar Sicilië. Naar zowel Catania als Trapani. En we vliegen ook naar Turkije, naar Ibiza en naar de Algarve. We hebben een heel breed palet. Wat we nu zien is een beetje in lijn met wat de markt ook laat zien. Dat Turkije en de Griekse eilanden het verreweg het beste doen. Er werd al gevraagd naar de plannen voor de winter. Kan je daar nog iets over toelichten? Nou, voorlopig vinden we de zomer uitdaging genoeg. Er werd in de winter vroeger wel vanaf Maastricht gevlogen. Maar of dat terugkomt, dat is nog maar de vraag. Je kan natuurlijk altijd hopen van wel. Maar de vraag naar vakanties, naar zonvakanties, is natuurlijk in de winter zoveel kleiner. Dat het best wel lastig zal zijn om ook in de winter te gaan vliegen. Maar omdat we hier natuurlijk ook personeel gaan aannemen. Dus piloten, cabinepersoneel en dergelijke. Ja, zou je het liefst natuurlijk ook de winter willen blijven vliegen. Dus we gaan er wel naar kijken. Maar we willen eerst zien hoe goed de zomer het doet om op basis daarvan een beslissing te gaan nemen voor de winter. Je hebt nu aardig wat nieuwe bestemmingen vanaf Maastricht bekendgemaakt. Kan je ook wat nieuwe bestemmingen alvast vanaf Schiphol bijvoorbeeld bekendmaken? Nee, vanaf Schiphol breiden we eigenlijk het aantal bestemmingen niet echt uit. Wat we natuurlijk wel proberen is te groeien op de bestaande bestemmingen. Dat zal al uitdaging genoeg zijn. Ik bedoel, zeker op de populaire bestemmingen als Griekenland. Komende zomer is een behoorlijke beddenschaarste. Maar dan is het altijd beter om te zorgen dat je daar je positie versterkt. Dan dat je te veel hooi op je vork neemt en allerlei nieuwe bestemmingen gaat openen. Je vertelde ook over de samenwerking met Cupers. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat gaan die precies doen? Nou, wij hebben natuurlijk bij Corendon met name directe verkoop tegenwoordig. Zo'n 80% van onze verkoop is direct. Maar reisbureaus zijn voor ons nog steeds ook heel erg belangrijk. Voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel uit. De kosten van directe marketing, hè, dus met name de online marketing en commissie zijn ongeveer gelijk. Nou, Cupers is een belangrijke reisbureauketen hier in de regio Limburg. Je ziet ook dat in Limburg het aandeel van het reisbureau in de reizenverkoop hoger ligt dan bijvoorbeeld in het westen. Met Cupers gaan we volop aan de slag. We verkochten onze reizen niet via Cupers en gaan dat nu wel doen. En zullen ongetwijfeld met hen ook in de komende tijd marketingacties gaan overeenkomen en gaan uitvoeren. Zijn er nog meer ketens waarmee je misschien weer opnieuw of meer gaat samenwerken? Nou ja, veel ketens zijn er verder niet in Nederland. Zeker in Limburg behalve de DRT-groep, de reizen- en vakantie-experts. En ja, die is uiteraard ook in Limburg aanwezig. Dus daar zullen we ook mee gaan samenwerken als het gaat om het vertrekken vanaf Maastricht. Alleen ja, daar werken we natuurlijk sowieso al mee samen. Dus dat is niet nieuw. Oké, dankjewel voor je tijd.